De Koppenkoers is een team-event. Elke ploeg bestaat uit twee renners die elkaar afwisselen. De wedstrijd is 50 kilometer, ofwel 200 ronden voor de mannen. De vrouwen rijden 30 kilometer, 120 ronden. Teams sprinten elke 10 ronden voor de punten. 5 voor de eerste, 3 voor de tweede, 2 voor de derde en 1 punt voor de vierde passerende. In de laatste ronde is de puntentelling dubbel. Wanneer een koppel het peloton dubbelt, krijgen ze daarvoor 20 punten. Het team met de meeste punten wint de wedstrijd. Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste sprint bepalend.